zo heel blij mee, hè, met die wind, of wel? Ja, dat wijst morgen uit. Als, als we morgen winnen, dan doen we volgende week deze training weer. En we kunnen nu niks, want de ballen en de goal, je kan niet een goal op het veld zetten, alles waait weg. Dat is ook nog gevaarlijk, ook, hè? Eindje verderop ligt de boom om daar. Dus je moet, en de reclameborden eraf. Dus het is uitkijken. Maar als het morgen ook zo gaat stormen op de Vijverberg? Ja, dat zou fantastisch zijn. We gaan de goede kant op. Dat is heel belangrijk. Het gaat morgen gewoon om de winst. Hè. We zitten even wat moeilijkere fases, helemaal niet erg. Maar als we eruit knokken met z'n allen, dan kun je hier alleen maar sterker van worden. Heb je niet overwogen om de training naar de middag te schuiven? Dan zou het ergste voorbij zijn van de wind. Ja, maar er is hier ook geen plaats. En daar weten we gewoon. Dus dat hebben we niet, wel overwogen, maar niet gedaan. Dan weer allemaal passen met de kleine stukjes veld. En dan weet je nog niet eens van tevoren. Hè. Het kan zomaar anders zijn. Is dit nu een beetje bezigheidstherapie? Nee, ik laat ze nu even gaan en er zit zwoeng in. Hè. Ze hebben een hoop plezier. En dan gaan we spanning maken en dan is het klaar. Geen Van den Hurk? Nee, Van den Hurk niet. De rechauffeur heeft last van de hamstring. Elvio van Overbeek is geopereerd. Hè. Binnen een paar weken uitgeschakeld, hè? Ja, een week of acht, denk ik. 6 tot 8. Sven Nieuwpoort is geschorst. Nou ja, en Fabian moeten we even afwachten met zijn knie.